Beste kijkers van Omroep Hulst, we staan hier in een Dullaard en ik sta hier bij deze affiche. Dat is Ik Toon op zaterdag 8 juni. En ik heb Monique de Bakker hier bij me en daar ga ik vragen van wat er allemaal staat te gebeuren. Ik heb begrepen dat jij de nieuwe projectleider bent van Ik Toon. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben Ik Toon overgenomen van Tamara Esseling. Die deed het voorgaande jaar altijd. En wij gaan sinds dit jaar gaan we het voor het eerste keer organiseren. Monique, kun je me uitleggen wat is Ik Toon? Ja. Ik Toon is eigenlijk de Week van de Amateurkunst. Vroeger heette het ook het WAC, de Week van de Amateurkunst. En Ik Toon is eigenlijk een project dat in heel Nederland wordt uitgevoerd. Waarin kunstenaars hun zelf kunnen tonen. En dat gaat heel breed. Dat gaat van schilderkunst tot beeldende vorming, tot dansen, muziek, workshops. Eigenlijk van alles. Ik ben Tineke Kersten, altijd op zoek naar een manier om mezelf creatief te uiten. Ook in mijn werk. Schrijven van boeken, kinderboeken en gedichten, tekenen en schilderen en fotografie. Ik zit nooit stil. En dat gaat plaatsvinden op zaterdag 8 juni. En dat gaat in de Dullaard gebeuren allemaal? Of zijn er ook nog andere locaties? Het grootste deel is in de Dullaard. Dus de workshops en de muziek en de dans en zo, dat zijn allemaal hier in de Dullaard. Maar we hebben één exposant, dat is Rem van der Bos, dus een fotograaf. Die gaat ook in de binnenstad exposeren en die gaat in 30 verschillende winkeletalages een doek ophangen. Oké, hartstikke leuk. Dat is iets nieuws. Ja, dat is inderdaad nieuw. En leuk is ook wel dat het hij doet fotografie van Hulsterse klededracht. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk voor Hulst natuurlijk. Kun je iets vertellen over de activiteiten die hier gaan plaatsvinden? Ja, het is heel breed. We beginnen eigenlijk rond de middag, dus rond 12 uur. Dan hebben we een expositie in onze oude bibliotheekruimte. Daar hebben we allemaal werken aan de muur van verschillende exposanten. Maar we hebben ook beeldende kunst. En er hangt een heel groot kunstwerk aan het plafond van 5 meter lang en 2 meter breed. Van gerecycled plastic. Dus dat is eigenlijk een beetje de expositieruimte. We hebben ook een mevrouw die heeft prijzen gewonnen met kostuumsontwerpen. Die zal er ook zijn met 6 kostuums. En buiten op het plein, als het lekker weer is, anders doen we alles binnen. Maar als het lekker weer is, gaan we naar buiten. En dan wordt er een podium gebouwd daar. En daar is de hele middag zijn daar optredens van verschillende artiesten eigenlijk. Over hoeveel optredens ga je dan eigenlijk, praat je dan op zo'n middag? Uit mijn hoofd weet ik het niet precies. Maar het zullen er ongeveer 8 à 10 zijn. We proberen ieder half uur eigenlijk een andere artiest te laten optreden. En dat gaat van, we hebben een paar zangers hebben we. We hebben dansgroepen die dansen. We hebben ook een harpiste die komt spelen. Yo, ho, yo, ho, cases of rum. Yo, ho, yo, ho, we are not rovers. Yo, ho, yo, ho, these waves are ours. Muziekcarousel van de Zeeuwse Muziekschool zal er ook zijn. Dus het is heel leuk allemaal, ja. En ik heb ook gezien dat Benny de Vet er ook is. Wanneer komt die? Benny de Vet is de aftrap van Ik Toon. Die komt op vrijdagavond. In de Dullaard, in de bar, komt die lekker spelen. Dus dat is even apart van de zaterdag. Ja, dat is apart van de zaterdag. Dus op vrijdagavond is ook allemaal gratis toegankelijk. Komt Benny de Vet in de bar en iedereen is welkom. It's 9 o'clock on a Saturday. The crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his stunning pet gin. En hoe laat begint dat? Dan ga ik ook even spieken, hoor. Om 8 uur. Oké, nou dat wordt zeker een ambiance, denk ik, hè? Ja, Benny de Vet, wie kent hem niet, denk ik, hè? De troubadour van de omstreken, dus die gaat wel voor een feestje zorgen, denk ik. Monique, je hebt het net gehad over workshops. Nou, welke workshops kunnen we verwachten?
Ja, nou, we hebben een paar workshops. We hebben er van de creatieve vorming. Dus die gaan schilderen en tekenen. En papiertjes vouwen. Ja, origami heet dat. Ja. En dat is allemaal in het thema van een droom. Want aan het eind van de middag hebben hun ook nog een toneelvoorstelling in onze theaterzaal. En dat gaat over een droom. Dus dat is eigenlijk een beetje daaraan gerelateerd. Dan hebben we nog een workshop die wordt gegeven door Liedewij Philips. Dat is authentiek schrijven. Daar kan je gewoon inlopen en meedoen. Ook hebben we nog een workshop, even nadenken, fotografie. Dus er komt een fotograaf, die komt wat uitleg geven over verschillende technieken en zo. En dan kun je ook wat van opsteken. Is er ook nog iets leuks te melden, iets speciaals? Een braderie. We hebben 7 kraampjes met mensen die zelf dingen hebben gemaakt. Dus een eigen kunst. En die kun je verkopen. Die gaan ze verkopen. Die kun je kopen dus. Ja. Monique, dan zag ik er ook iets leuks op staan. Graffiti workshops. En volgens mij is dat hartstikke leuk voor de jeugd. Toch? Misschien ook wel voor ouderen. Wat denk jij? Ja, het is inderdaad heel leuk. We gaan een oude sloopauto, die komt hier op het terrein te staan. En die wordt door middel van workshops wordt die helemaal gespoten. En hebben bedacht, het is Ictoon natuurlijk, maar dat wordt cartoon. Dat is een beetje een woordspeling, car en ik. En dan. Dus dat worden workshops een hele middag lang, iedere keer van een uur. En dus ja, voornamelijk voor de jeugd, maar als ouderen dat ook heel leuk vinden, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom om ook zich in te schrijven voor die workshop. En wordt het nou een jaarlijks terugkerend evenement? Of zeg je van nou, dan moeten we toch even afwachten en kijken wat het wordt. En dan zien we weer verder. Of zeg je van nou, wel volgend jaar toch wel verder. Nou, het is natuurlijk wel heel leuk. Dus we hopen dat het een groot succes wordt. Zodat we volgend jaar weer verder kunnen. Maar dat durf ik nu op dit moment nog niet, nog niks over te zeggen. Ik hoop het wel. Nou, dus aan iedereen een oproep. Gewoon, kom lekker kijken, doe mee. En zorg dat het een succes is. En dan we volgend jaar weer een Ictoon kunnen organiseren. Ja, klopt, hè? Ja. Ja, dus, er is zoveel te doen die dag dat het voor iedereen wel iets leuks bij zit. Ja. Dus 8 juni in de Dullard, Ictoon. Wees erbij.